dames en heren, jongens en meisjes. Van harte welkom op het Fat Gala 2008. De gelegenheid van het 115-jarig bestaan. Geniet van deze spectaculaire show, uitgevoerd door Fraternitas Utrecht. Diensten van Fraternitas, meneer de wethouder, overige genodigden, mensen van de pers, dames en heren, jongens en meisjes, welkom op het turngala van Fraternitas 2008. Mijn naam is Pieter Vos, ik ben de voorzitter van Fraternitas. Aan het begin drie redenen waarom het een belangrijk moment is. 115 jaar Fraternitas. Dit is een moment waarop de vereniging ook wil laten zien aan u wat ze kan. Dit is ook een moment waarop u komt kijken naar uw kind, kleinkind, familielid of bekende. Aan het begin van deze opening wil ik thans eventjes met u stilstaan bij de achtergronden van Fraternitas. Fraternitas, een oude maar springlevende vereniging. Fraternitas is de grootste en oudste gymnastiekvereniging van Utrecht en telt 700 leden. In 1893, als u meerekent, werd de Christelijke Vereniging voor Lichamelijke Oefening opgericht. En in 1993 werd het predicaat koninklijk toegekend. Fraternitas hoort duidelijk bij Utrecht. Het richt zich op de breedtesport. Sport in de breedte. Het plezier in sporten vanaf heel jong wordt belangrijker gevonden dan topprestaties. In deze tijd waarin ontwikkeling van jeugd zo belangrijk is, draagt Frat dus bij aan een gezonde ontwikkeling, motorisch en geestelijk en lichamelijk, voor alle jonge mensen. Voor alle leden is er jaarlijks een onderlinge wedstrijd en toch ook nog veel leden nemen op sportiever niveau deel aan wedstrijden binnen Bondsverbond. Daarnaast organiseert Fraternitas jaarlijks regelmatig gezelligheidsactiviteiten.
Fraternitas voorziet dus duidelijk in de sportieve behoeften en kent een rijke traditie. En dat traditionele, dat komt tot uiting in het feit dat vaak meerdere generaties zeer lang lid blijven van Fraternitas. En er zijn mensen die al hun leven lang in Utrecht wonen en nog steeds met meerdere generaties lid zijn. We hebben leden die 12,5 jaar lid zijn, 25, 30, 40 jaar, 50 jaar of zelfs 60 jaar. En op dit moment wou ik één lid symbolisch voor de tradities en trouw en saamhorigheid van de vereniging feliciteren. En dat is mevrouw de Jager. Mevrouw de Jager is 80 jaar lid van Fraternitas. Ik ga mijn openingswoord nu afronden. Ik weet dat de leden nu staan te popelen om te knallen. Thank you.
Meer dan een jaar is er heel hard gewerkt door de vrijwilligers en leden van Fraternitas om de twee voorstellingen van vandaag mogelijk te maken. Meer dan 80 vrijwilligers zijn vandaag aanwezig en ongeveer 350 leden zullen dadelijk voor u optreden. De organisatie van deze avond thans heeft mij de gelegenheid gesteld om het bestuur als symbool voor alle vrijwilligers aan u voor te stellen. Daar komen ze. Ati van der Meer. Secretaris heeft zelf 35 jaar lesgegeven en ik weet niet of u het Stadsblad hebt gelezen, maar voor haar is turnen verslavend. Ron Visser, eerste penningmeester en verantwoordelijk voor de financiële rijlen en zeilen van de vereniging. Hilde de Vries, secretaris, notulist en organisator van de zaalhuur. Miranda Klinkenberg, tweede penningmeester en samen met Ria van Rij verantwoordelijk voor alle contributies. Brigitte Witteman, algemeen bestuurslid en voor de contacten. En tenslotte Jo van Rij, bestuurslid en verantwoordelijk voor materiaalbeheer en de veiligheid van alle turners. Dan, als u goed gekeken hebt, staat er nog een persoon en het is met een grote trots dat wij aankondigen de wethouder van sport van de gemeente Utrecht, de heer Janssen, die het woord kort tot ons zal richten. Ja, dank u wel. Dames en heren, jongens en meisjes, wat is het geweldig als je als wethouder sport van deze stad bij zo'n avond aanwezig mag en kan zijn. Het bestuur werd net voorgesteld als symbool voor al die vrijwilligers die dit soort avonden mogelijk maken, die het sporten bij Fraternitas mogelijk maken en dat eigenlijk al 115 jaar lang. En dat is een bijzondere prestatie. Ik ben trots dat wij in Utrecht verenigingen hebben als Fraternitas. Ik ga het niet lang maken, want ik heb al een klein stukje gezien van wat we vanavond nog allemaal hier kunnen verwachten. Dat wordt ongetwijfeld heel mooi. Ik wens u allen een hele plezierige avond. Ik feliciteer het bestuur en u allen met deze prachtige vereniging die nu al 115 jaar jong is. En ik hoop dat er zeker nog 115 jaar in de toekomst bij zullen komen. Een hele plezierige avond. Dank u wel. Oh, I just can't wait to be king.
jump ahead of the bread line. One swing ahead of the sword. I steal only what I can afford. Let's have it. One jump ahead of the wall, man. That's all, and that's no joke. These guys don't appreciate our pro. One trick ahead.
Thank you.
wil ik nu graag de galacommissie aan u voorstellen. Joost, kom je ook? Dit zijn de ware organisatoren van deze dag. Namelijk de galacommissie bestaande uit Siska Den Uyl, Joost van der Meer, Margriet de Trost, Elzemiek van Rij en Joop van Rij. En die is druk bezig met het toestellen. En daar komt hij aan, Joop van Rij. De galacommissie wist hier niet van, maar we wilden hun graag in het bloemetje zetten als de organisatoren die hier 2 jaar lang naartoe hebben gewerkt. Jongens, bedankt. Natuurlijk is het zo dat deze avond niet mogelijk is zonder de inzet van al die vrijwilligers. Het zijn er in totaal 80, enkele wil ik speciaal noemen. Wie zou dat zijn? EHBO, onder leiding van Hans Overdijk. Het geluid van deze dag, onder leiding van Elio de Groot. De belichting, Frans van Welkum en zijn crew. En de regie, onder leiding van Joost van der Meer. Terwijl nu dadelijk de motors van de vereniging worden aangekondigd, wil ik u nog heel klein stukje update geven over onze vereniging. Op 9 locaties in Utrecht verzorgt Fraternitas gymnastieklessen voor jongens en meisjes, dames en heren. Behalve de gewone gymnastieklessen is er ook de mogelijkheid om aan acrogymnastiek te doen. Dat is een combinatie van acrobatiek, dans en turnen. U hebt dat gezien bij Tarzan. Voor de kinderen die motorisch iets minder snel zijn, is er Club Extra. Dit zijn speciale lesuren waar kinderen in kleine groepen op hun niveau op plezierige wijze bewegen. Voor heren is er ook de mogelijkheid om te volleyen. En ook hoort, maar ze hebben zich een beetje losgemaakt bij Fraternitas, de drumfanfare. Dan nu uw aandacht voor de trainers die alle artiesten van vanavond begeleiden. Wie geeft op professionele wijze de trainingen aan uw kinderen? Dames en heren, dit zijn ze. Fernand Kools. Marieke Drost. Jelle Tuinsbergen. Lenny De Heus. Angela Lauwersen. Annemiek van de Ploeg. Elzemiek van Rij. Ellie van der Rijst. Hester van der Rijst. Dr. Rodenburg. Carlien Den Uyl. Rien Den Uyl en het hoofd van de trainerscommissie, Siska Den Uyl.
welkom terug. Ik wilde u nog aan één commissie voorstellen en dat is de commissie van de sterke mannen. En terwijl de sterke mannen, de toestelploeg, zich prepareren, wil ik u vertellen dat een andere commissie, die zorgt voor de verbindingen tussen alle nummers, dat alle nummers soepel in elkaar overgaan, dat is de commissie van de Rode Draad. En de Rode Draadcommissie, die bestaat uit Maria den Uyl, Tanja Meijer, Lenny de Heus, Hester van der Rijst en Joost van der Meer. Terwijl Tanja Meijer voor alle beeldmateriaal en alle video's en filmfragmenten verantwoordelijk is. En dan wil ik nu uw speciale aandacht vragen voor de toestelproef. Dit zijn ze dan, de mensen die voor de snelle wisselingen, de snelle decorwisselingen zorg dragen en alle verstand hebben van het materiaal. Het zijn Gerard Arendsman, Evert de Boer, Michel Broeken, Tosse Doornbos, Jeroen de Groot, Jan-Willem van der Heuvel, Orlando van Ommeren, Sebastiaan Pos, Karan Sarakori, Bichar Sito, Robert van Steensel en Bart den Uyl, Kees den Uyl, Peter den Uyl, Robert den Uyl en het hoofd van het toestelploeg Joop van Rij. De toestelploeg, zeer bedankt voor jullie inzet. Slow, slow.
wanneer je 50 centimeter van je